Wij gaan de Scratch Matthäus Passion uitvoeren. Dat betekent dus dat wij dat in een dag, in dit geval 2 dagen, omdat het een lang stuk is en best moeilijk, gaan we dat instuderen. En dan over 2 weken, 21 maart, gaan we dat ook weer een dag voor plannen. Gaan we het eerst weer verder studeren en vervolgens 's avonds uitvoeren. Nou, eerst een paar maatjes dan. Vrijstemmig, maar het gaat vrij snel over in eengezindheid. Dan gaat die gezamenlijk nummer 18 hier in de rijen draaien. Nou, eerst maar. Eerst. Her. 1, 2 van mij. 1, 2. Als u nou naar die Matthäus Passion kijkt, hè? Wat zegt u dan? Wat is leuker? Of wat is leuker? Maar wat is mooier? Meedoen of luisteren? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat meedoen toch altijd weer het leukste is. Want dan ben je echt meer betrokken bij het stuk, bij het verhaal. En je bent dan ook als zanger ook betrokken met elkaar. Waardoor je dus gezamenlijk een topprestatie gaat neerzetten. Dus ja, ik denk dat het meedoen toch leuker is. Maar ja, goed, al die luisteraars die ook een kaart hebben gekocht, hè, wat moeten die dan? Die genieten intens mee, toch? Ja, want het is een uniek gebeuren natuurlijk in Almelo. En de luisteraars die gaan natuurlijk naar de Matthäus Passion. En dat is en het blijft altijd een zeer, zeer goed en mooi werk. Ja, God is zoon. Is God de zoon? Zullen we daar beginnen? Is God de zoon? Komen we begeleid door het projectorkest Twente. En we hebben daar ook nog 5 solisten bij. En 5 solisten, ja. Maar nu is het niet alleen een volwassenenkoor, hè? Nee, klopt. Want het Matthäus Passion vraagt ook nog een kinderkoor. En vanuit de vrije school hebben we een kinderkoor gevraagd, zeg maar. En die gaan dus met, ik hoorde volgens mij, met 45 kinderen komen ze er ook nog bij. Waardoor we dus nog een extra dimensie erbij krijgen. Nou, wanneer is het ook alweer? 21 maart, vanaf 7 uur, in de Grote Kerk. Dankjewel. Dankjewel.